We zijn hier in het centrum van Den Bosch, in het kantoor van de Twee Snoeken. En vanuit hier werken we aan de vernieuwbouw van het gemeentehuis voor de gemeente Voorst. Het bestaande gemeentehuis was in de jaren 80 door Broek Bakema ontworpen en voldoet op dit moment niet meer aan de huidige duurzaamheids- en comforteisen. Dus er was behoefte aan een nieuw kantoor. Alleen het bestaande casco, zeg maar, de betonconstructie van het gebouw, die was nog wel goed. Dus we hebben besloten om die te laten staan en her te gebruiken. En verder krijgen we eigenlijk volledig een nieuw gemeentehuis. Als je daar vervolgens een nieuwe gevel voor gaat zetten, dan kun je natuurlijk als architect voor kiezen om dat te beschouwen als een soort blank canvas en een mooie nieuwe gevel te maken. Maar het leek ons eigenlijk juist wel aardig als je straks in die nieuwe gevel nog kunt zien hoe die heldere structuur daar als het ware achter staat. Dus die structuur die maken we als het ware waarneembaar in die nieuwe gevel. Onze interieurarchitecten hebben voor diverse werkgebieden sfeerconcepten ontwikkeld die gebaseerd zijn op de prachtige natuurgebieden die in de gemeente Voorst voorkomen. We hebben er bewust voor gekozen om alle publieksfuncties, dus de functies waar bezoekers kunnen komen, op de begane grond te leggen. Dat betreft zowel de publieksbalies als de raadzaal en ook het bestuurscentrum. Daarbij zijn sommige plekken wat informeler en wat meer open en de formele plekken zijn juist wat meer besloten. De gemeente had grote ambities op het gebied van duurzaamheid. En ze vroegen ons dan ook om een energie-neutraal gemeentehuis te maken. En dat doen we door een hele goede buitengevel te maken die goed isoleert. En we gaan energie opwekken met PV-panelen die op het dak liggen. Maar we zijn ook nog een stapje verder gegaan. We zijn gaan kijken of we materialen kunnen toepassen die zogenaamd biobased zijn. Dat zijn materialen die bij de productie daarvan geen CO2 hebben uitgestoten, maar juist hebben opgenomen. Dus de nieuwe constructie wordt helemaal in hout gemaakt en de buitengevel is eigenlijk wel heel bijzonder. Die gaan we maken van kalkhennep. Kalkhennep is gemaakt van de hennepplant. Een hennepplant die groeit in 90 dagen, dus het gaat heel snel. Maar vervolgens als je hem verwerkt als kalkhennep en in de gevel gebruikt, dan werkt je eigenlijk heel goed voor je binnencomfort. Het werkt vochtregulerend, waardoor je een heel prettig binnenklimaat krijgt. We staan hier voor het betonnen casco van het gemeentehuis. Dit is het gedeelte van het gemeentehuis wat over is gebleven na de sloop. We zijn in mei begonnen met de circulaire sloop van het gebouw. Maar het betonnen casco dat gaan we behouden ook voor het nieuwe gebouw. En wat je hier eigenlijk mooi ziet is de oude entree die hier vroeger zat. En het entreeplein wat we hier eigenlijk hadden. Maar dit wordt helemaal straks bebouwd. We krijgen de publiekzaal mooi in het midden van het gebouw straks. En aan deze kant komt de raadzaal, die mooi naar de Jordesweg van het dorp kijkt. Hier aan de noordkant van het gemeentehuis is het station en het centrum van Twello. We hebben er daarom heel bewust voor gekozen om de nieuwe entree van het gemeentehuis echt aan deze kant te maken. Zodat de gemeente zich mooi richt op de gemeenschap. Het nieuwe gemeentehuis wordt straks op een heel innovatieve manier verwarmd en gekoeld. We gaan daar gebruik maken van een systeem wat ze ijsverwarming noemen. Dat betekent dat we eigenlijk een hele grote bak met ijs hier in de grond gaan begraven. En de energie die vrijkomt als het ijs bevriest of ontdooit, juist die energie die gebruiken we om het gebouw te verwarmen en te koelen. Helaas is er bij de graafwerkzaamheden iets meer overlast ontstaan dan we gehoopt hadden. Het gebouw heeft in de jaren 80 een hele mooie betonstructuur gekregen. Een hele heldere structuur waar het hele gebouw in is opgebouwd. En we wilden eigenlijk met ons nieuwe ontwerp die structuur binnenin het gebouw nog veel beter ervaarbaar maken. Nou is in de jaren 80 is er ook een verflaag over die beton heen gedaan. We zijn nu proeven aan het doen om die verflaag eraf te halen. En eigenlijk net die buitenste schil van de beton er ook af te halen. En dan zie je eigenlijk dat je heel mooi het grind wat in die beton zit aan de oppervlakte krijgt. En al die kleuren die in dat grind zitten, die ga je mooi straks binnen op die kolommen en op die balken zien. Waardoor je een veel levendiger en een veel rijker beeld van die betonconstructie krijgt. Dit is de mock-up van de kalkhennep. En je ziet hier eigenlijk hoe het een soort stro-achtige structuur heeft. Maar als je wel verder uitzoomt, dan zie je eigenlijk hoe een prachtige gemarmerde structuur het heeft. En juist een heel bijzondere uitstraling straks gaat geven aan de gevel van het gemeentehuis.